Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag lekker op pad met de Quest V80. En ik ga daar wel een keertje dieper op in, maar ik ben natuurlijk zelf ook nog heel veel dingen aan het ontdekken. Nou, hier is het kluitje. Het is niet zo'n heel groot kluitje. Wat zit erin? Ja. Het is toch een muntje. Het is toch een muntje. Ik denk aan de kleur zo te zien een leeuwencentje of zo. Leuk. Eerste vondst een muntje. Ik denk dat ik iets van een oude pen of zo gevonden heb. Leuk. Hier zitten van die streepjeswerking in. En hier ook een dingetje om aan je etui of aan je blouse te doen. Beetje uitgelubberd, maar leuk. Er zijn toch altijd weer dingetjes die je vindt die je hiervoor nooit gevonden hebt. Dus het is, je hebt toch altijd wel weer iets nieuws. Hoe lang je het ook doet, je hebt altijd iets geks op een dag. Leuk. Kijk eens wat leuk. Een slotplaatje. En een slotplaatje dat is waarschijnlijk van een van een boek of een klein kistje. Maar moet je kijken wat een klein lief sleutelgaatje. Dus er hoort ook een heel klein lief sleuteltje bij. Wie weet wat voor waardevols er achter dit slot verscholen heeft in de geschiedenis. Ja, voor nu is het alleen een slotplaatje. Maar... ja, een stukje nietszeggend lood. Ja, dat heb je ook wel eens. Wel eens, je hebt heel vaak vuilnis. Daarom heet het ook stort. Ja, zo had ik net een paar duitjes en nu een stukje lepel. En je ziet ook overal waar je kijkt, zie je potscherfjes en stukjes pijp leggen. Dus ik heb eigenlijk wel goede hoop hierop. Ik hoop echt dat er wat leuks uitkomt. Ik heb een vieze trui. Ik dacht dat het gaten waren, maar dat zijn vlekken. Nou, het zijn vlekken en gaten inderdaad. Ik heb een zwart shirt onder een witte trui met gaten. Ja. Dus dat werkt ook niet zo goed. Lekker maar belangrijk. Zo is het. Daar gaat het niet om, hè? Kijk eens. Daar is het duitje. Staat er nog wat op? Nee. Helemaal niks. Kaal. Helemaal niks. Stond ooit wel wat op, hè? Ja, stond ooit. Kijk, dat zijn dan mooie loden. Het is een lakenlood en ik kan zien dat die uit Leiden komt omdat er twee sleutels op zitten. En die sleutels die zijn echt heel bekend voor Leiden. Dat is echt heel kenmerkend. Hier zit dan nog een kroon in het midden. Jammer dat de achterkant er vanaf is, of in ieder geval leeg is. Ja, die is er vanaf. Of dit is eigenlijk de achterkant. Heel gaaf, heel gaaf. Gooi eerst die Snickers even over. Ja, tuurlijk. Applaus. Vette shit. Jammer, hè? Ja, dat doe je heel goed. Ik zit al die pijpenkopjes op te rapen, want af en toe zit er een leuke tussen. Kijk, hier zie je dan 18 met een kroontje. En... best een sprong hoor. Nou ja, gewoon hartstikke leuk. Zo nu en dan. En dan komt Shirley. Kijk, ik heb een pijpenkopje gevonden. Hoe leuk is dat? Echt heel mooi versierd. Dat was van een rijke roker. Ja, is dat zo? Ja, wat voor maar er staat een wapen op, hè? Ja? Is dat gewoon Nederland of wat? Een Kalashnikov.
Een bom. Oké, nou, er staat ook een... Wat is het? Een engeltje of een vrouw of een... Nee. Nou, to be continued. Nou, hij is leuk. Ja. Kijk, als je met een Toy Soldier meegaat, is de kans natuurlijk dat je een Toy Soldier vindt. Het is een... Geweldig. Een speelgoedpaard met soldaat. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, geweldig. Loopt. Loopt. Kijk, zo zwaar is het nou. Kijk dan wie ik gevonden heb. Ik heb Jezus gevonden. En dat zou... Ja, we lopen tegen de paas aan, hè? Leuk. Leuk. Terwijl vader en dochter zo een beetje op de achtergrond daar dan nog aan het zoeken zijn, heb ik een heerlijk bikkeltje gevonden. Altijd leuk, want het is speelgoed. Het is heerlijk weer, maar ik heb wel een loopneus. In ieder geval een bikkeltje. Leuk. Een loopneus van. Niet zo'n hele oude, maar wel leuk, een vingerhoedje van Ulubililium. Ulubililium. Dat was hem weer voor vandaag. We hebben wel lekker gezocht, hè? Ja, ik heb nog een muntje gevonden. Heb je nog een muntje gevonden? Ja, ik weet niet wat het is. Komt ze nu mee? Ja, ik dacht we waren het... Ik denk een oren. Dat kijk, weet ik niet zeker. Een Fries? Nee. Oh. Zweden of Finland, wat is dat? Oren? Geen idee. Met drie van die kroontjes. Oh, ik dacht oord, sorry. Nou, de drie kleintjes waren op pad. Ja, ja, geweldig. Leuk, bedankt Ruud. Vond je het leuk? Ja, zeker. Ja, was gezellig? Was gezellig. En nou, je hebt toch wat gevonden ook. Toch nog wat gevonden. Toch? En een speelgoedsoldaatje. Ja. Ja. Jij hebt ook wel... En een Willempie. Ja. Ja, ja, en een Willempie. Wat muntjes en loodjes en nog wat dingen die niet helemaal zichtbaar waren. En natuurlijk deze. Ik dacht, wauw. Wat is dat dan? Een of andere... Ja, jij dacht dat je iets heel moois gevonden had. Een pijpje of zo. Spijker. Ja. Het is een ventiel van een trekkerwiel. Toen zag ik dit, ja. Maar ja. Nou ja. We hebben ontzettend lekker weer gehad. Gisteren dacht ik van, dit wordt helemaal niks. Nee. Maar het was echt, echt lekker weer. Maar we stoppen ermee. Zo is het. We gaan naar huis. Zo. Mooi geweest. Lekker eten. Lekker op de bank, borreltje. Oeh. Oh. Goed plan. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. 50% van jullie mensen die kijken, die komen elke keer wel terug, maar jullie vergeten te abonneren. Als je nou toch elke keer terugkomt, druk dat knopje even in. Dat is leuk voor mij. Zo is het. Ik moet er nog 200, dan zit ik op de 13.000. Echt? Ja. Oh, dat is lekker. Dus. Wauw, hé. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.